Ik sta op het Waagplein in Alkmaar, waar iedere zaterdag al eeuwenlang de kaasmarkt plaatsvindt. Een historische plek in Nederland. En vandaag vindt hier de 7e koers plaats in de topcompetitie. De Rabo Omloop van Alkmaar. Je kijkt naar een samenvatting van de Rabobank Omloop van Alkmaar. De 7e koers in de topcompetitie waarin een profcontract is te verdienen bij Roompot Oranje Peloton voor de eindwinnaar van de reeks. We zijn neergestreken in het historische centrum van Alkmaar waar ruim 150 renners verzamelden op het Waagplein waar iedere zaterdag traditioneel de kaasmarkt plaatsvindt. Maar vandaag staat volledig in het teken van de koers. Windkracht 5, vlak en open terrein met een finale over een kasseienstrook van ruim 1,5 kilometer. Stevige ingrediënten en dus polsten we een aantal favorieten naar hun verwachtingen van het koersverloop. Ja, met de wind wordt het wel denk ik een leuk spektakelstuk. Ik was van tevoren een beetje zo van ik hoop dat de wind staat, want anders krijg je op zo'n rondje, dan is het maar afwachten wat voor soort koers. Maar het zal me verbazen als hier een grote groep aankomt. Nou, ik denk dat vanaf kilometer 3-4 gewoon gelijk op de kant gaat en dat je gewoon de hele dag op de kant zit te rijden, dat uiteindelijk een uitputtingsslag gaat worden. Waar is dit? Ja, dat sowieso. Ja, Daan, het is wel leuk. Hij staat bij ons, de leider in de topcompetitie, Koen van Meldvoort. En we gaan het even over hem hebben, want er staan vier mannen kort die vandaag de macht kunnen grijpen, Koen. Onder andere Jetse Bol, Oscar Riesebeek en Elmar Reinders. He, allemaal zo'n beetje binnen de rijkwijde van 100 puntjes. Maar gaat Koen van Meldvoort dat lukken om die trui te behouden? Ja, als je mij vraagt, denk ik wel. Ik denk dat hij hier genoeg punten kan pakken om ervoor te zorgen dat zijn concurrentie niet over hem heen kan gaan. Het is natuurlijk altijd afwachten wat het koersverloop gaat zijn. Gaat er een groep wegrijden? Ja, ik ben wel benieuwd. Er rijdt een groep weg, 6 man erin, waaronder Jetse Bol. Wat doet Joyners de Rijken dan? Wat doen die dan? Ik denk ze zorgen dat ik er ook bij zit. Nee, ja, in principe hangt het een beetje vanaf welke concurrenten er nog meer bij zitten. Maar het is wel soms een lastige situatie, maar in principe denk ik niet dat het binnen de ploeg een heel groot issue is. Ja, ik moet een beetje lachen, want Jef Vermeulen staat buiten het shot. Jef, kom er heel even bij. We gaan het zo meteen ook eventjes met jou hebben over de situatie. Ik weet niet of we ze allemaal in beeld hebben. Maar voor de witte trui is het ook natuurlijk nog spannend. Thijs de Vries wordt op de hielen gezeten door Jasper de Laat, die al de blauwe trui heeft. Dus daar kan het ook nog stuivertje wisselen worden. De bergtrui, ja, daar gaat niks gebeuren, want er is vandaag geen bergsprint. Maar dan gaat het alleen maar erom wie gaat vandaag winnen. En ik tip dus deze man, Jef Vermeulen. Wat heb je er zelf te zeggen, Jef? Nou ja, ik voel me goed en ik heb er zin in. Ik denk dat de weersomstandigheden mooi zijn om er een mooie koers van te maken. Echt een Nederlandse koers. En ik denk dat vandaag de sterkste sowieso gaat winnen. Vind je het irritant dat ik hem tip? Nee, zeker niet. Ik weet zelf ook wel dat hij een van de kanshebbers hier is. En er zijn er meerdere, maar het koersverloop zal... Het zal heel veel uitmaken, denk ik. Daan, tot slot, wie tip jij? Nou, ik moet zeggen dat ik denk dat ploeggenoot van Jef Vermeulen, Elmar Reinders, die heeft toegegeven dat hij zich toch wel heel erg goed voelt deze weken. Dus ik ben benieuwd en ik ben benieuwd of hij het hier kan laten zien. Oké, we zijn klaar met de prognoses en gaan nu eindelijk fietsen. Maar dan moeten de mannen eerst het centrum van Alkmaar uit. En dus schoot de wethouder om 2:30 precies de renners weg voor een omlopenwedstrijd van 11 grote rondes met in totaal 184 kilometer. Na dik 3 kilometer neutralisatie werd het pak dan losgelaten in de polders van het mooie Noord-Hollandse Schermer waar het altijd waait. Het peloton breekt meteen in stukken, maar steeds weer opnieuw schoven de waaiers in elkaar op de wegen met wind tegen. En dat maakte de koers erg nerveus. En dus ontstond er in de 4e ronde een massale valpartij waarbij de meeste renners weer snel op de fiets zaten. Maar niet iedereen kon doorrijden. Witte Antonissen van DRC De Mol zal de koers niet kunnen vervolgen, maar gelukkig viel de fysieke schade mee, zo bleek later na onderzoek in het ziekenhuis. Ik zit vandaag in de wagen bij een clubteam en niet bij een continental team. En dat is niet voor niks. Naast mij zit ploegleider Hans Baudouin.
En Tempo Hoppenbrouwers is de club die de trotse drager is van de blauwe leiderstrui met Jasper de Laat. En de Nederlands kampioen bij de elite zonder contract zit ook bij hun in de ploeg. Hans, jullie moeten toch wel een klein beetje trots zijn, hè? Een klein beetje. We zijn ontzettend trots op onze ploeg. We hebben dit jaar een doorstart gemaakt met onze club. Als je dan meteen en de klassieker wint en de blauwe trui in de topcompetitie mag hebben en de kampioen van Nederland in je midden, ja, dan zijn veel clubs natuurlijk jaloers op. Ja, deze club Tempo Hoppenbrouwers is natuurlijk een mooie vrijbuitersploeg en geweldig dat ze hier een wildcard hebben in de koers. En Jasper de Laat hebben zij ook opgemerkt, een groot talent in de blauwe trui, maar ze hebben ook oog voor de oudere talenten. Twee jaar geleden maakte ik een bijzondere reportage over een vrij onbekende prof die plotseling op straat kwam te staan, omdat zijn ploeg Crelan er zomaar mee ophield. Die prof heet Reinier Honig en hij begon al op zijn 8e met wielrennen en bleek zowaar talent te hebben. Nadat hij meerdere malen Nederlands kampioen werd bij de jeugdcategorieën en een Baskische 1.1 koers won, mocht hij in 2009 debuteren bij Vacant Soleil. In 2010 gaat hij op Italiaans avontuur bij Acqua e Sapone om in 2011 te verkassen naar het Belgische Landbouwkrediet, waar hij dat jaar derde wordt op het NK Profs. In 2013 gaat het weer als van ouds en wordt hij derde in de Worldport Classics, een belangrijke wedstrijd in de World Tour. Die prestatie levert hem een beter contract op bij zijn werkgever, maar daags voordat hij een handtekening moet zetten, maakt zijn ploeg bekend ermee te stoppen. Hij slaagt er dat jaar niet in om een profcontract te krijgen en klopt dus aan bij de club Tempo Bruns, inmiddels omgedoopt tot Tempo Hoppenbrouwers, die hem meteen onderdak bood. Ik volgde Reinier tijdens een onbeduidende kermiskoers in België, waar hij onverbiddelijk wist toe te slaan door voor de camera koelbloedig te winnen. Ja, het is fantastisch, jongens. Reinier Honig wint hier de koers gewoon. Het is toch een droomscenario dat je hier naartoe komt met een motor en dat hij het gewoon afmaakt. We hebben de druk best wel hoog op hem gelegd en het is gewoon altijd moeilijk om te winnen. Er zaten echt geen pannenkoeken in die groep en hij flikt het gewoon. Reinier Honig wint de koers. En dit is volgens mij toch wel een leuke open sollicitatie naar de profploegen. Deze jongen zit vol motivatie. Hij is al 30 jaar, hij heeft al een hele carrière gehad, maar hij wil door. Proficiat, kerel. Dankjewel. Klasse. Hier, drinkbak. Reinier, ik zag je onderweg een beetje moeilijk kijken. Ik dacht, misschien heb je helemaal niet zo goede benen met die trainingen met Woutje Poels. Hoe voelde het? Nou ja, het voelde ook niet zo goed. Ik had niet de flitsende demarrage in mijn benen. Maar als het naarmate de koers vorderde, dan wordt de rest gewoon minder en dan blijf ik ongeveer hetzelfde. Dus dan heb je op een gegeven moment iets over. Maar het was niet veel, hoor. Maar het was genoeg? Ja, het was genoeg. En daar gaat het om, hè? Ja, ja. Die laatste ronde met al dat springen. En ik stond bijna op het punt van lossen, maar Sander Cordeel, die reed vorig jaar bij Lotto, die ging de sprint vroeg aan. Ik zat goed in het wiel, dus kon ik er mooi overheen komen. Reinier kreeg mede door de video die ik toen maakte en postte op internet een contractje aangeboden bij het bescheiden continentale team Vorarlberg uit Oostenrijk. Maar werd in 2015 gelukkig toegevoegd aan het opstartende team Roompot Oranje Peloton. En dus is hij inmiddels alweer 2 jaar prof. Ja, ik had natuurlijk het geluk dat Roompot, dat Zeilaert, Breukink, Van Poppel en Bogert die ploeg begonnen. Het kwam echt voor mij op het perfecte moment. En ja, dat is natuurlijk wel, er zaten een aantal jongens bij. Huub Duin die kwam ook van de amateurs weer erbij. En het was wel een mooie kans. En wat is jouw rol in die ploeg? Ja, ik heb nu een beetje de rol van wegkapitein. En die jonge jongens die overkomen bij de profs een beetje wegwijs te maken. Ik train ook André Looy en Etienne van Empel training nu. Twee ploegmaats van mij. Ik ga toch proberen om in het najaar toch wel wat uitslagen zelf te gaan rijden. Volgens mij is dat ook wel nodig. Wat doet een wielrenner die niet in de Tour de France zit? Ja, trainen. Ja, op zich, dit op sloot is ook wel even lekker voor de snelheid. Ik kan het een beetje vergelijken met achter de brommer trainen. Dat je een beetje die snelheden van, je rijdt hier toch zo 3,44 gemiddeld. Ja, dat doe je alleen niet. Dus het is op zich niet heel zwaar, maar je hebt wel die snelheid in de been.
Trainen en snelheid in de benen krijgen, dat is wat Renier Honig vandaag gaat doen samen met zijn boezemvriend Nicky Terpstra, waarmee hij al de hele dag op pad is. Moet je daar nog steeds betalen, Renier? Ja, nog steeds. Renier Honig. Maar het is voor het goede doel, hè? Eerst een bordje pasta eten in Huize Terpstra, dan uitgerust met GoPro's al 2 uur fietsen van Assendelft naar de wielerbaan in Sloten en daar dan dik 1 uur samenrijden in een peloton met 100-tal recreatieve fietsers tegen 50 kilometer per uur. Gerry, wat gebeurt hier vandaag? Hier is een clubwedstrijd voor alle categorieën eigenlijk. Dus ouderen, jongeren, dames, alles bij elkaar. En dat mensen rijden 1 uur en 9 ronden, 6 ronden en 3 ronden. Dus de betere rijden 9 ronden. En de ouderen die sprinten eerder af. Dus dat gebeurt hier alweer. Maar wel leuk dat hier dan ook profs als Nicky Terpstra en Reinier Honig mee rijden. Hè? Dat is heel leuk. Dat is echt heel leuk. En het is eigenlijk uniek in deze regio. In heel Noord-Holland denk ik. Want ze komen overal vandaan. Dus dat vinden die andere renners ook wel weer leuk. En wij zijn er ook heel trots op dat die jongens hier komen fietsen natuurlijk. Op rode rozen vallen. We gaan er even uit voor de reclame. Straks gaan we verder met het item over Renier Honig en Nicky Terpstra. Die hun kilometers maken op de wielerbaan in Sloten. Die volledig gerenoveerd wordt. En waar de trainingswedstrijd bloedserieus wordt genomen door de bestuurders van Wielervereniging Amsterdam. Maar alwee als het niet goed gaat. Dan is het een volwaardige betaalde rit hoor. Want ze gaan op iedere cent wordt gekeken. Dat dus en de finale van de Rabobank Omloop van Alkmaar, zometeen na de break. Welkom terug bij deel 2 van de samenvatting over de Rabo Omloop van Alkmaar. De 7e koers in de topcompetitie waarmee een profcontract is te winnen bij Roompot Oranje Peloton voor de eindwinnaar van de reeks. Straks gaan we weer verder met het item over Renier Honig en spreken we ook nog Nicky Terpstra die zich voorbereidt op het tweede deel van het seizoen op de Amsterdamse wielerbaan in Sloten. Maar nu gaan we verder met de koers, waar een grote valpartij heeft gezorgd voor chaos en 16 renners zich hebben weten los te maken uit het peloton en alle grote ploegen hebben een mannetje mee. In de kopgroep Fabio Jacobsen en Tim Rodenburg, de 2 Nederlands kampioenen bij de beloftes op de weg en de tijdrit. En zij worden vergezeld door Niels Wolfenbüttel, Mitchell Cornelissen, Rick van Breda, Jim van den Berg, Jeff Vermeulen, Hartijs de Vries, Stefan Kreder, Julius van den Berg, Bram Nolte, Wouter Mol, Jaap Kooijman, Martin Kelderman, Nick van der Meer en Volkert Oostra. In het peloton valt het dan helemaal stil. En de lichaamstaal van Koen Vermeldvoort, de leider in de topcompetitie, spreekt boekdelen. De kopgroep krijgt de zegen, want niemand kan hem daar vandaag uit de trui rijden. En ook ploegleider Han Vanholt van cyclingteam Joop Piels is in zijn nopjes. Getuigen zijn rapportage aan de verzorgers langs de kant. Hier blijft het nog aardig goed doorrijden van voren. Dus we hebben in ieder geval 2 troeven van voren. Tim die alleen kan rijden als het moet in het finale, alleen weg kan rijden. En Jeff natuurlijk voor de sprint. Dus wat dat betreft zitten wij op papier althans goed. Een logische gedachte van Han Vanholt, want Jeff Vermeulen is op papier de snelste man in de kopgroep. En Jeff heeft met Nederlands kampioen tijdrijden bij de beloftes, Tim Rodenburg, een superknecht mee. Maar wielrennen is geen ABC'tje en dat zal later ook blijken in de koers. Ja, ik ben even overgestapt in een andere auto bij Roompot Oranje Peloton bij Michel Cornelissen, die vandaag talenten is aan het scouten. Michel, vertel. Ja, zoals je weet, de winnaar van de topcompetitie, die krijgt een profcontract aangeboden bij onze ploeg. En daarom probeer ik als ik tijd heb alle wedstrijden van de topcompetitie zoveel mogelijk te bezoeken. Want misschien is de nummer 2 en de nummer 3 of misschien de nummer 10 wel een hele goede renner die wij ook kunnen gebruiken. Dus zodoende ben ik hier. Ik krijg alle medewerking om goed de wedstrijd te volgen, dus
ja, een mooi initiatief. Nou wil het toeval dat jouw eigen zoon Mitchell in de kopgroep zit. Ja, dat maakt het wel vandaag toevallig extra leuk. En ja, maakt het ook wel extra spannend, maar ik kijk ook wel naar andere renners. Hoor. Dus, maar het maakt het wel heel erg leuk en het is ook verrassend voor mezelf. Heb je hem al tips gegeven? Hij luistert naar iedereen, behalve naar mij. En dat is ook maar goed ook, want ik vind dat wielrennen wel een sport is. Zeker op deze leeftijd waar je fouten moet kunnen en durven maken. Omdat ik denk dat je van fouten het meeste leert. Dus het is beter een keer je hoofd stoten en daarvan leren als alles ingeprent krijgen. Maar nu rijdt hij, ja, hij rijdt gewoon erg goed. Mitchell Cornelissen doet het goed in de kopgroep. En dat merkte ook ploegmaatje Hartijs de Vries op. De man in de witte leiderstrui. En misschien wel de luis in de pels vandaag. Hij kan immers een sprong maken naar de tweede plaats in de strijd om de oranje leiderstrui. Maar dan moet hij wel winnen vandaag. En dat is niet heel waarschijnlijk, want de Vries is een vedergewicht en eerder een klimmerstype. Maar hij is sterk en dus mogen we hem zeker niet uitvlakken. We keren terug naar Amsterdam, naar de wielerbaan in Sloten, waar Renier Honig en Nicky Terpstra hun rondjes maken samen met dik 100 recreanten. Waar oud-prof Thijs Al nog een sprintje eruit perst voor de eer, maar Nicky Terpstra doet het kalm aan. Want zijn knieblessure eist nog wat tol, al is het wel aan de beterende hand. Gaat weer goed gelukkig. Ja, ja, ik dit is weer mijn derde of vierde training eigenlijk. Ik ben... Ja, rustig aan begonnen met trainen. En de pijn in de knie is gelukkig weg. En ja, nu moet ik weer opbouwen. Einde van de maand heb ik ronde van Wallonië en dan kan ik ook weer koersen. Vind je het leuk om hier zo mee te rijden met die amateurs? Ja, dat is leuk. Ik vond het toen ik jeugd nieuweling was, ik denk de nieuweling hier voor het eerst reed. Toen vond ik het al leuk en ik vind het nog steeds leuk. En het mooie is dat door het makkelijke parcours... kan je over rustig in de peloton mee fietsen. En als je wil uitsloven, dan ga je even voor. En dan krijg je genoeg wind. En dan heb je ook de intensiteit. Dus ik kan hier genoeg doen. Had je graag in deze Tour de France willen rijden? Nou ja. Ik stond er niet op te springen. Okay. Maar als je ze zo bezig ziet, dan denk je wel weer. Zeker toen ik op de bank zat. Ik had er liever bij geweest dan dat ik op de bank zat. Ja. Maar ik ben nu weer blij dat ik kan fietsen. Ja. Dan kan ik mijn ding weer doen. Ja, een echte wielrenner wil natuurlijk in de Tour de France rijden. Zo ook Nicky Terpstra, maar ook de renners in de Rabobank-omloop van Alkmaar. Al zullen ze dan eerst nog prof moeten worden, maar er wordt dan ook flink gesolliciteerd door de heren renners. Hier een tegenreactie uit het peloton, waarbij een omvangrijke groep met onder andere Jasper de Laat, de drager van de blauwe trui, de oversteek wil maken. Maar de vogels zijn al gevlogen. De winnaar moeten we voorin zoeken in de kopgroep waarin een select gezelschap de benen heeft genomen. Zes renners hebben een lichte voorsprong op een tweede en een derde groep. En in die tweede groep zit ook Jef Vermeulen. De snelste man vooraan die zijn kansen op een tweede zege in de topcompetitie ziet verdampen. De namen vooraan dan. In het geel Volkert Oostra van wielervereniging West-Frisia. Dan Julius van den Berg van Seg Racing Academy. Daarachter Wouter Mol van Joyners de Rijken. In de witte leiderstrui als best geplaatste jongere Hartijs de Vries van Rabobank Development Team. En verder zien we nog Bram Nolte van Parkhotel Valkenburg. En de andere man in het groen, Rick van Breda van Babydub Cycling Team. In de laatste 4 kilometer op de Kasseienstrook op de Munnekeweg probeert Volkert Oostra het nog. Maar het wordt een sprint met 6. Op de Kanaalkade in Alkmaar waar Bram Nolte het laat lopen is het tegen alle verwachtingen in de kleinste van het stel. Hartijs de Vries die de zegen naar zich toetrekt en de winnaar wordt van de 7e koers in de topcompetitie. Hartijs de Vries. Gewonnen! Ja man! Ja! Niemand hield rekening met jou, hè? Nee, nou ja, ik zelf op zich wel. Ik heb gewoon die kopgroep, dat was heel mooi. Ik heb eigenlijk de hele dag zitten sparen in de kopgroep. En eigenlijk in de finale ook niet meer geprobeerd. Echt gegokt op die sprint. En ja, ik had echt nog wel veel over. Dus ja, het is echt, echt een mooie overwinning. Vertrouwde je zo goed op je sprint vandaag? Nou, ik ben natuurlijk niet echt een sprinter. Maar ik wist gewoon dat ik de hele dag gespaard had. En de laatste stukken was allemaal tegenwind. En die jongens die zaten gewoon constant op het wiel. Dus eigenlijk... Ja, was er geen proberen aan.
Dus ik had gewoon gewacht en Julius ging vrij snel aan. Toen kon ik nog even in zijn wiel en toen ben ik er vol overheen gegaan. Ja, dat was genoeg. Martijs de Vries wint dus de Rabobank Omloop van Alkmaar voor Wouter Mol en Rick van Breda. De oranje leiderstrui blijft om de schouders van Koen van Melvoort, die Martijs de Vries met nog twee Limburgse koersen voor de boeg gevaarlijk dichtbij ziet komen in de strijd om dat profcontract bij Roompot Oranje Peloton. Ik kan niet achter iedereen aanrijden en ik rij eigenlijk om te winnen. En ja, dat hij uiteindelijk die wedstrijd wint, dat is natuurlijk niet ja, van die hele kopgroep was hij juist degene die het beste niet kon winnen. Maar ja, dat toont wel zijn kwaliteit en ik denk dat ja, de verdienste van hemzelf is. En, ja, hij komt dichtbij, maar ik sta nog altijd aan de leiding. Ja, daar is geen speld tussen te krijgen, al komt de Vries wel erg kort en neemt hij ook een straatlengte voorsprong in het klassement om de witte jongerentrui, waar Jasper de Laat, de beste clubrenner in de topcompetitie, keurig plek 2 inneemt. Wow. En Volkert Oostra eng dichtbij ziet komen in de strijd om de blauwe trui. Volkert is ingelopen, en, want hij zat erbij en ik zat in een groep erachter, dus hij is nogal wat punten ingelopen. Hoe groot is het gevaar van Volkert Oostra, zeker met het oog op de Limburgse koersen? Ja, hij kan goed omhoog, maar ja, die andere koers, hij heeft dan top in de klimtijdrit heel veel punten gepakt, maar voor de rest in de andere koers ook niet heel veel. Ik weet niet in hoeverre ja, dat meespeelt, maar ik hoop gewoon zelf heel veel punten te pakken en dan moet hij maar zorgen meer punten te pakken. Maar Volkert Oostra stond vandaag niet met lege handen. Hij werd uitgeroepen tot de meest strijdlustige renner van de dag. Volkert Oostra, knap gedaan! Ja, je rijdt natuurlijk wel, uiteindelijk wel gewoon een goede koers en dat is toch wel mooi dat er nog iets van beloning aan vast zit. Dat is zeker mooi, ja. En je pakt nu een hoop punten. Je had al een hoop punten na de derde plaats in de klimtijdrit. Ja, die blauwe trui die komt steeds dichterbij. Ja, dat is ook zeker mooi. Het is een beetje raar, want uiteindelijk je moet gewoon een goede uitslag neerzetten in de koers. Dus je bent al bezig met die blauwe trui. Maar eigenlijk verandert er niks, want je moet gewoon goed rijden in de koers zelf. En ja, daarmee volgt ook dan een goede uitslag voor de blauwe trui. Tot slot het bergklassement. Daarin zien we geen verschillen. Er was immers geen bergsprint vandaag en de leider Robert de Greef reed niet mee. Martijs de Vries, ja, inderdaad. Oh, wat mooi. Tot zover de samenvatting van de 7e afspraak in de topcompetitie, de Rabobank Omloop van Alkmaar. 10 augustus zijn we er weer op deze zender, waarschijnlijk rond de klok van 8. Maar de exacte tijd heb je nog van ons te goed en zal binnenkort bekend worden gemaakt op onze website www.topcompetitie.nu. Waar je ook terecht kunt voor eerdere reportages on demand en natuurlijk de uitslagen en standen in de topcompetitie. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Yeah!